Vandaag zijn we bij het evenement Samen Snel Duurzaam. Veel jongeren zien duurzaamheid als een dure lifestyle, maar is dat ook zo? Vanavond laten we het aan jullie zien. Niet-biologisch vlees moet een vleestaks van 25% krijgen. Dat betekent dat 2 biefstukjes van de Albert Heijn dan €6,46 zijn in plaats van €5,17. Van mij mag al het vlees een vleestaks krijgen van 25%. Eet jij vlees? Nee. Okay, dus dan mag van jou nog wel wat meer op, ja? Ja hoor. Stoppen met vlees eten is misschien nog wel het beste. Wij zijn voor deze stelling. Ja, zeker. Make this world a better place. Als je door je hele leven vanaf nu vegetarisch te eten 5 jaar, langer zou leven, zou je dat dan doen? Het zou mij niet, ik vind het, nee. Ja, maar jij bent nog een jonge god. Voor jou maakt 5 jaar nog wel een verschil. Ja, voor mij maakt 5 jaar verschil. Dus ik zou het zeker doen. Als dit zo is, dan doe ik dat. Welk product verbruikt het meeste water per dag in een huishouden? Toilet, douche of een wasmachine? Ja, ik twijfel ook tussen de douche en de wasmachine. Als ik het om geld zou gaan, dan ik een quiz moet winnen en dan ga ik voor je. Welk land is het duurzaamst? Zwitserland, Luxemburg of Australië? Ik denk Luxemburg. Ja, Zwitserland denk je omdat het zo'n schoon gevoel krijg je erbij, maar stiekem zijn ze dat natuurlijk dan helemaal niet. Misschien wel Australië? Echt wel? Ja? Ieder huishouden mag nog maar maximaal 1 auto bezitten. Oké, dit wordt dit. Dit gaat nooit lukken. Iedereen mag maar 1 auto. Maar je kan wel zeggen, 1 en de auto is je volgende. Of 2 auto's dicht, waarvan de 2 zwaarder belast wordt. Maar je zou de parkeernorm zeg maar naar 1 truck kunnen. Ja, bij nieuwbouw gewoon 1 parkeerplaats voor 1 huis. We hebben werkelijk geen idee wat jullie bedoelen met de waarderende economie. Probeer deze term in 1 zin uit te leggen. Ik denk dat het een circulaire economie moet zijn. Een economie waarbij alle waarden die belangrijk zijn op de balans komen. Ja, dat ben ik met je. Hoe lang duurt het voordat een plastic flesje geheel is afgebroken in het milieu? A. 12 jaar, B. 50 jaar of C. 100 jaar? 50 jaar. Je kijkt me zo stellig aan, dat zal wel waar zijn. Oh, die hebben we al gedaan. Oh ja, ik heb het teruggegooid, dat is slim natuurlijk. Au! Ja, ik recycle automatisch weer, hè? Goed gedaan? Nou ja, jullie blijven toch waarschijnlijk 3 seconden over. Dit was het 2-daagse Samen Snel Duurzaam evenement. We hebben antwoord gekregen op onze vragen en het is dus echt vet makkelijk om duurzaam te leven met een paar kleine tips. Bijvoorbeeld een korte douche of gewoon de fiets blijven nemen omdat een auto toch erg duur is. Dank voor het kijken en wil je meer weten? Kijk dan op deze website.